In Haarlem stond er weer de vierde etappe op het programma van de Marathon Cup. De Jan van Hoorn schaatsportwedstrijd liet zich kenmerken door, u ziet het al, mist. Heel veel mist die de hele wedstrijd als een deken over de baan zou blijven hangen. Het belette de dames er niet van om heel veel de aanval te kiezen. Steeds weer vormden er zich mooie groepjes die kans van slagen leken te hebben. De rijdsters waren misschien wel extra gemotiveerd vanavond, want onder andere Marijke Groenewoud en ook Irene Schouten waren niet van de partij. De dames van Team Zaanlander zijn dit weekend in Polen om mee te doen aan de World Cup Masstart en Irene Schouten natuurlijk nog een heleboel andere afstanden en konden er zodoende niet bij zijn. Waar veel aanvalspogingen tot stand kwamen, was het toch eigenlijk altijd ook wel weer een ploeg die er niet bij zat. En dat zorgde eigenlijk voor dat geen enkele kopgroep heel lang voor het peloton wist uit te rijden. De ploeg die het meest in het defensief reed vanavond was de ploeg van Ramshorst met onder andere Anne Tauber, die keer op keer de slag leken te missen en dan moesten corrigeren. Uiteindelijk zou de wedstrijd na 80 ronden toch uitmonden in de wedstrijd. En de topfavoriete voor die sprint was Elisa Dul, ook een rijder van Team Zaanlander die vorige week nog derde werd in Heerenveen. Ditmaal moest het echter doen zonder haar ploeggenoten natuurlijk, Irene Schouten en ook Marijke Groenewoud. En dat zorgde ervoor dat de finale behoorlijk laat op gang kwam. En hoewel hier ook Anne Tauber het nog een keer probeert, zou het uiteindelijk niet slagen. Uiteindelijk wordt Loesanne van der Geest door haar ploeg goed afgezet in de laatste ronde. En zij gaan als eerste richting de bel. Het is dan de nummer 2 in het klassement, Ineke Derden, die als eerste de sprint echt lijkt aan te gaan. Als ze de bel hoort, gaat zij aan de leiding met sprinter Elsemieke van Maren in het wiel. Maar daar komt ze al, de grote Elisa Dul. Die heeft veel snelheid vanuit het lange baan schaatsen, waar ze ook vaak 500 en 1000 meters rijdt. En zij zet echt de turbo aan en lijkt onbedreigd naar de overwinning te rijden. Het is alleen Bianca Bakker die haar nog enigszins kan volgen. En ook al lijkt het behoorlijk spannend te worden in de laatste 100 meter, is het Elisa Dul die de wedstrijd wint voor Bianca Bakker en Ineke Derde. Met haar derde plaats neemt Ineke Derde de leiding over in het klassement.